Het is zover. Na ruim een jaar heel hard werken is de Parklaan klaar. De Parklaan, een belangrijke rondweg voor Ede-Oost om de bewoners hier van de kazerneterreinen en een stukje verderop de Enkawijk een goede bereikbaarheid te bieden. Vandaag blikken we terug op hoe dat werken is gegaan en staan we stil bij deze mooie mijlpaal voor Ede. Over de Parklaan is al heel wat jaren nagedacht, gerekend en getekend. En in januari 2023 ging hier het echte werk van start. En het aanleggen van zo'n weg, dat blijft niet onopgemerkt. En dat betekende dus voor de weggebruiker een hele hoop veranderingen. Met omleidingen die ook weer gingen veranderen. En de impact is daarom ook extra groot, omdat er maar één rijrichting open blijft. U wordt hier nu omgeleid als fietser. Is dat een beetje duidelijk voor u? Nee. Nee, het is niet duidelijk. Helemaal niet, nee. Nee, voor mij nog niet eigenlijk. Nee, ik probeer maar zo te gaan. En was het een beetje duidelijk hoe je moest fietsen? Ja. Ja, het is goed, no problem. Ja. We vinden dat we de reistijd van A naar B veel groter maken. Maar we doen, vinden wij, ook goede dingen. We proberen werkzaamheden te combineren. De werkzaamheden waar het kan te plannen in vakantieperiodes. Er is niet alleen een nieuwe weg aangelegd, ook onder die weg is er van alles aangepakt. Zo is er een riool aangelegd, vervangen, en zijn er ook heel veel kabels en leidingen vernieuwd of op een andere plek gelegd. En zoals hier op de Edeseweg waren er soms wel 5 partijen tegelijk aan het graven en aan het werk. En bij dat ondergrondse werk kwamen we af en toe ook wat onverwachts tegen. Soms was dat heel interessant en leuk, zoals een hele oude duiker die hier onder de Edeseweg doorliep. We hebben hier een duiker gevonden. Dat is een bakstenen bouwwerk dat onder de weg doorgaat om het water van de ene kant van de weg naar de andere kant te kunnen laten voeren. En helaas vonden we soms ook iets wat niet zo leuk was. En waarom zou je hem überhaupt op gaan ruimen? Want ja, dat ding ligt daar diep in de grond. Hij kan toch blijven liggen? Ja, dat hoor je wel regelmatig. Maar je wil ook niet dat het nageslacht met onze problemen opgezadeld wordt. Er is het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan de Parklaan. Met regen, met zonneschijn, met vorst, met droogte. Dag en nacht. En er zijn zelfs vakanties omgegooid door de medewerkers om toch door te kunnen blijven werken. Ja, dat is zeker pittig voor de mensen in de Enkawijk. En daarvoor is er ook gekozen om in de bouwvak te werken. We hebben echt getracht om de overlast zo klein mogelijk te houden. Je zult het vast gemerkt hebben. Bij de aanleg van de Parklaan is groen een heel belangrijk thema. Op sommige plekken ontkwamen we er niet aan om een boom te kappen. Maar gelukkig plaatsen we ook heel veel bomen terug. Dat waren flinke, grote bomen en ook nog eens heel verschillend, zodat ze lang meegaan. Ook hebben we ervoor gezorgd dat we op sommige plekken zoveel mogelijk groen konden toevoegen. En natuurlijk dat de dieren een veilige oversteek konden maken. En daarom stonden er een tijd geleden ook van die hele gekke verkeersborden die dienden als een soort tijdelijke plek voor de vleermuis. Dit was hem weer, het 10e en laatste rondje Parklaan, want de Parklaan is klaar. En daarmee verdwijnt eigenlijk ook de naam Parklaan, omdat de wegen die zijn aangelegd allemaal een officiële andere naam hebben. Ben je nou nieuwsgierig van wat er allemaal die afgelopen tijd is gebeurd? Wil je het nog eens teruglezen? Kijk dan op parklaan.ede.nl. En voor nu, dankjewel voor het kijken.